Hey guys, welkom terug. Aflevering 30 Assassin's Creed Odyssey. Griekenland it is. En dat na zoveel Red Dead hebben geüpload. Eindelijk weer. Ik had er eindelijk tijd voor. Heerlijk. We staan met Alexios op dit moment op een eilandje waar ik natuurlijk de vorige aflevering ben geëindigd. Ik heb overduidelijk altijd een plannetje aan het begin van elke episode. Of die uitkomt, dat is een tweede. Maar ik heb ze wel. Ik heb het plannetje wel. En dat is... vandaag bijvoorbeeld, als we de kaarten bijpakken, was het de afronding van een paar secteleden. Namelijk op dit eilandje vlakbij Athene. Attica. We hadden hier nog één sectelid. En die maloot, die heet Bryson. Staat ook bij een onontdekte locatie. Dan hebben we hier nog wat onontdekte locaties die we wellicht af kunnen gaan. En dan heb je hier helemaal ten zuiden bij Kaap Sunion... hebben we ook twee onontdekte locaties en daar hebben we de andere sectelid, die heet Okytos de Grote. En hij is bruut, gewelddadig en afschuwelijk. Dat waren de vriendelijkste woorden waar Okytos de Grote ooit mee werd beschreven. Het is dus gewoon een gruwel en hij is ook een van de guys die we moeten omleggen. En dan wil ik uiteindelijk doorgaan met de missie die ik al heb aanstaan, op naar Mykonos. Het eiland, als het goed is, van die bandit, die piratenchick, kunnen jullie haar nog herinneren? We hebben haar heel veel geld moeten betalen ook. En hier gaat een questline verder en die heet Problemen in het Paradijs. En dat is dat we een soort smeekbeden van een falende opstand moeten beantwoorden. Als hij het volk wil helpen om de Atheense onderdrukkers omver te werpen, moet hij eerst de rebellenleider Kira vinden. En dat is die chick waar dus... ik net over sprak. Laten we maar in ieder geval zo snel mogelijk verder gaan met de planning, met de afleveringen. Start dan dus met dit sectelid. En ik heb het spel zo lang niet gespeeld dat ik letterlijk de naam van het vogeltje vergeten ben. We hebben dus Alexios. Ikaros? Heet die Ikaros? Volgens mij wel. Oh wow. Hij is ook gewoon al hier. Oh shit, dichterbij dan verwacht. Oorlogsvoorraden. Schatkist. Nice. Liggen wel lekker veel spulletjes hier. Misschien kunnen we er echt heerlijk stel doorheen gaan. Moeten we nog maar even bekijken. Maar het is in ieder geval mijn plan om zo snel mogelijk die secteleden allebei uit de weg te ruimen. En dan kunnen we dus ons verhaal vervolgen, de Odyssey vervolgen. Best wel een ding hoor. Oké, we hebben een kapitein, oorlogsvoorraden, Anigmata Ostraka en twee schatten. Precies alles al ontdekt als het goed is. Oh, die andere, hoe heet het, guards van hem slapen ook gewoon. I am slaughter you. What the fuck zijn dit voor aanvallen? Hoppakee, meteen niveautje 30. Heerlijk. Deze enemies waren zo hoog dat terwijl ze sliepen kon ik ze niet eens normaal stealth killen. Oké, laten we eerst deze bevestigen. One less evil. Nice. Bryson, hij is neer. Delische Bond. Deze veel te knappe jongeman zojuist overleden. En biedt de secte geen hulp meer. Perfect. Hier hebben we dan Anigmata Ostraka. Al deze plunderen we ook weg. Oh shit, deze man is opeens... Boom. You can't fight forever. Nou, is de kapitein dus ook neer. Ik ben lekker bezig, jongens. Alleen nog 2 schatten, dan zijn we helemaal klaar hier. Oh nee, oorlogsvoorraden ook nog, hè. Kijk, dit nemen we weg. Chill. Wat ik al zei, best een tijdje dat ik het niet gespeeld heb. Ik kom ook uit allemaal andere games, dus dan is het altijd eventjes wennen geblazen natuurlijk. Oh, come on, je blijft er niet naar achter lopen, doe even normaal. Ja. Alright, toppie, alles hier gedaan. Salamis marmergroeven. Tof, dat is binnen. Laten we even kijken bij inventaris, want ik heb als het goed is een soort legendary gauntlet gekregen of iets dergelijks. Hier, deze. Komt uit de Atheense oorlogsheld set. Oké. Gaat wel 9 omhoog, panzerhandschoen van een Atheense oorlogsheld. Ziet het er nice uit, het ziet er echt helemaal kut uit. We laten lekker deze om. Vaardigheden dan. Eentje. Ga ze even opsparen omdat ik echt niet precies weet waar ik in wil investeren vandaag. Dus dat moet ik maar op een later moment besluiten. Ik heb het, wat ik al zei, namelijk een tijdje niet gespeeld. Dus dan wil ik niet opeens wat vaardigheidspunten zomaar verneuken. Laten we het paardje erbij halen en met Ikaros de nieuwe locaties in kaart brengen. Daar hebben we er eentje, daarachter. Daar ook, daar ook. Best wel veel te doen hier op dat kleine eilandje. Mooi muziekje ook. Oké, we gaan gewoon van alles en nog wat verkennen. Ik heb natuurlijk een nieuw sectelid fragment heb ik gefixt. Dus daarmee hebben we alweer progressie voor het zwaard. Oh, ga, pak. Oh, wat kut. Come at me, bruh. Heet die guy nou echt Homer? Like Homer Simpson? Okay, I'm done. Lekker cute. In de tussentijd eventjes dood gegaan en meteen het perfecte moment gepakt om eventjes te kunnen plassen tussendoor, moet ook gebeuren. De reden dat er trouwens een uitroepteken staat bij missies is omdat ik vandaag 4 november tijdens de opnames, 4 december tijdens de opnames, een compleet nieuwe Odyssey heb. Nalatenschap, dat is sowieso dit hele hoofdstuk, is dus de allereerste DLC. De allereerste expansion is vandaag gedropt, hoofdstuk 1, episode 1. Zie je, nalatenschap hoofdstuk. Tijdens de reis kwam Alexios terecht in Macedonië, waar hij toevallig een oude vijand ontdekte van buiten de Griekse wereld. Dit is namelijk een van de allereerste assassins die hij gaat ontdekken met het verborgen mes, de polsmesjes. En dat is dus sowieso iets wat ik later ga spelen, aangezien ik nog niet eens klaar ben met de story. Zo, de eerste DLC's zijn aan het droppen en ik heb de game nog niet eens uitgespeeld. Hoe druk wil je een maand met games maken? What the fuck? Laat ik in ieder geval maar gewoon eventjes mijn afrondingsding doen wat ik hier wilde doen. Via de kaart, dat is de eerste vraagtekens afgaan. Oké, deze man is echt heel sterk, hè? Kablam. Oké, dit doet al wat meer schade. Ga jij maar daar liggen, jongen. Nog mis ook, hè, besef. Oké, godzijdank zijn ze neer vandaag. Dat zag ik weer vandaag. Oké, het is echt heel donker hier. Maar deze gasten waren irritant, hè. Beetje OP. Level 28. Oh shit, het is zo'n plek. Zoek de oude stellen. Fuck. Creepy, beetje Tomb Raider-achtig. Holy fuck, over Tomb Raider gesproken. Ik heb die serie ook nog steeds niet kunnen afmaken, man. Rise of the Tomb Raider, zo'n vette game. Af kunnen maken, nope, kwamen weer 6 andere games uit. Te irritant. Maar vette plek dit, om zo'n oude stelle te vinden. Ik hoop dat ik in de buurt kom, dat dit het is ook. Het ziet er wel vet uit. Oh, oh, oh. I don't like this. Het zit helemaal vol met traps. Man, 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 het zou zo vet zijn als ik de goede locatie zou vinden in één keer, maar het is een beetje een zoektocht. Hebben we nou zojuist echt belangrijke shit gevonden? Lijkt er wel op. Zilveren armbeschermers, nice. Zo, check dit lijk ook. Damn. Maar wat was die groot, deze man? Check even hoe bizar groot die guy was. Hoe dan? Bijna een soort giant formaat. Something's blocking this. Alright, found it. Dan kunnen we hier ook weer weg. Die muziek klinkt zo als een walvis trouwens. Ik denk echt altijd aan de walvissen van Finding Nemo. Als ik die achtergrondmuziek hoor. Zo, na een uurtje rondrennen heb ik de uitgang gevonden. Goddamn, was toch nog best wel pittig. Maar wel vet om dit soort dingen te ontdekken en ze natuurlijk ook af te ronden, waardoor je meteen weer progressie hebt. Super nice. En waarom deze gasten dit aan het beschermen waren of zoiets, ik weet het niet. Hier zit ook gewoon random even iemand. Yo gast, wat ben je aan het doen? Ik heb geen idee, laten we de kaart erbij pakken. Dan heb je dus hier nog een stadje, die zal hoogwaarschijnlijk quests hebben. Dan heb je nog 2 laatste vraagtekens en dan kunnen we verder naar de hoofdmissie. Ik ben er natuurlijk reuze benieuwd naar. Oh wauw, inmiddels heb ik 2 vaardigheidspunten. Nice. Oh ja, die oude dingen die we hebben opgepakt. Die oude stellen. Dat was natuurlijk ook een vaardigheidspunt. Sick. Dat de plek wel. Er zijn geen missies helaas hier. Nee, geen missies. Dus laten we naar de laatste 2 vraagtekens gaan. En dan kunnen we dit gebied ook weer verlaten. Dan kan ik zeg maar eindelijk naar de hoofdmissie. Die ik aan had gezet aan het begin van deze video. Niet eens waar trouwens. Ik zou naar het 2e sectorlid gaan ten zuiden van Athene. Dus dat gaan we dan doen. Gaan we met de Odyssey... Niet de... Adrestia heet het als het goed is. Gaan we met de Adrestia daarheen varen. Zo, wat is iedereen hier aan het doen, joh? Ik zie letterlijk alleen maar offers. Ja, dit was inderdaad helemaal niks. Het was gewoon... een tempel. Dus daar heb je ook geen locatiedoelen. Oh man, iedereen is zo gelovig. Dit soort tempels kun je wel gebruiken om gewoon mooie buit te maken trouwens. Want ze hebben altijd kisten staan. Die je dan leeg kan stelen. Dat is vooral iets wat je moet doen in de nacht waarschijnlijk. Wanneer er bijna niemand is. En je dan heel stelt die kisten kan leegstelen. Maar dit is bijvoorbeeld wel wat. Een heiligdom van Ajax. Net hebben we bijvoorbeeld... die tombes, ja, hoe moet je dat noemen? Verkend, bekeken, leeggeroofd eigenlijk. Dat was de tombe van Ajax. Ajax was het goed is een van de goden of leiders, ik weet het niet jongens. En En dit is dus zijn vernielde heiligdom. Een van zijn tempels hoogstwaarschijnlijk. Sick shit. Oké, 1 leider, 1 oude tablet, 2 schatten. Ja, 2 schatten. Het komt allemaal overeen. Boom. Ja, maar daar liggen, jongen. Nice, lekkere zieke movesets. Ik ben het gelukkig niet verleerd na zo lang niet spelen. Ben ik blij mee. Eerste leider neer. Eerste schat binnen. Tweede schat binnen. En dan hebben we dat oude tablet helemaal bovenop liggen. En dan hebben we dit heel dit eilandje afgerond. En kunnen we ten zuiden trekken van Athene. Om dan toch wel ja, het volgende sectorlid een beetje af te maken. We hebben toch een zin in. Fuck die hele sector nou. Sector van Cosmos, allemaal knettergek. Nice. Very nice. Alright, ik ben er zojuist eventjes langs gevaren toen ik de Adrestia heb opgehaald. Ik ga eerst eventjes naar deze duiklocatie. En dan maken we dus een einde aan de aflevering met dat sectorlid. Het sectorlid helemaal ten zuiden van Athene. En ik hoop dus ook dan de volgende aflevering lekker te kunnen focussen op de story. Maar dan heb je in ieder geval die sectorleden alvast vermoord. Oké, dit was totaal niet slim. Oh jee. Dit was ook niet slim. Controletje uit. Lekker chill daarna. Goed voorbereid, jongen. Echt lekker bezig. Even terug. Ik ga eerst even alles spotten met... Ikaros. Oh, dus maar ook maar 1 schat. Dus die ligt precies onder me. Is het normaal dat ze blijven zingen terwijl ik eigenlijk al lang gestopt ben met varen? Wat is dit voor diepe kuil, joh? Nou goed, laat ik hier maar snel weggaan. Vet zwaard gevonden ook. Het is een zinkgat. Die haaien zijn echt een partijtje agressief. Er wordt altijd in de onderaflevering gezegd... Yo Danny, ik kan ze gewoon easy verslaan. Maar ik weet niet precies met welke knopjes. Want het ziet er onder de... Hoe heet het altijd zo lomp uit? Onder water. Wat gebeurt hier dan? You'll find Phoinikas in the villa at the center of town. All the city's business is conducted there. Then that's my next stop. Have you thought about what you'll say to her? I have questions about my past. My mother has answers she kept from me that I need. About your family? There are secrets. Someone important told me she would be able to help me understand. You should be cautious. What do you mean? Think about your questions carefully. What we know about our past can shape our future. We'll reach Naxos soon. We've had quite the adventure. Yes, although I don't think it's over yet. Where will you go? I have some business to attend to before moving on, and I have friends in the city I need to see. I doubt there's a speck of land in the Aegean where you don't know someone. You might be right. It comes with a profession, I suppose. And who knows, maybe I'll see you again. It doesn't seem that big of an island. Anything's possible. I'd like to know if all the trouble to find Phoinikas was worth it. I'd like to know too. Ja, zij praat dus over Naxos, waar we binnenkort naartoe gaan om mijn moeder te ontmoeten. Daar zetten we ook Aspasia meteen af, zeg maar, op dat eiland. Dus ik hoop inderdaad dat we haar ook nog kunnen treffen. Als we uiteindelijk op dat eiland rondhobbelen en misschien wel een romance met haar kunnen aangaan. Aangezien Odessa, nog steeds aan boord van mijn schip, helemaal geen interesse meer heeft getoond. De bitch. We'll be waiting for you, Commander. Oké, laten we hier eerst eventjes het een en ander verkennen, want er is niet alleen een synchronisatiepunt daar, waar ik overduidelijk ook wel heen wil, maar kijk wat we hiermee te dealen hebben. But really, is er hier ook een synchronisatiepunt daarbovenop? We'll see, we'll see. Hidden treasure. Kijk eens wie hier rustig rondwandelt bij dit heiligdom. Dit is natuurlijk voor de rest wel allemaal goed beschermd. Maar daar hebben we hem hoor. Okytos. Die overigens nu wel naar een heel rustig gebied toe loopt. Misschien wel het perfecte moment om hem uit te schakelen. Ik vind het spel wel dat echt een mooie afwisseling van type open wereld. Als je uit zoveel verschillende games komt, dan is het toch altijd wel weer een verademing om hier rond te rennen of zo in dat Griekenland wat ze hebben nagemaakt. Heel fijn gevoel. Oh, daar loopt hij weer. Zo'n grote joekel. Hij loopt zijn rondje hier. Eigenlijk moet ik hem van de klif af zien te trappen ofzo. Als hij dan daar naar beneden flikkert en meteen neer is. En dan kan ik in het water achter hem aanduiken, kan ik zijn dood bevestigen. Oh jee, oh jee, oh jee. Hij komt zich ermee mengen. Oké, voor nu is het echt eventjes te druk. Ik moet afstand nemen. Ik had niet verwacht dat hij zo snel zou mengen. En dat ik dit gedoe zou krijgen. Epiek hakmodo. Oké, ik ben inmiddels weer lekker steld, waardoor ik het kan afmaken hier. Maar wie of wat is de kapitein? Oh wauw, die dude kan er tegen. Oké, dan doen we het nog eens. Ik weet niet wie deze gast is, maar ik maak hem goed, of tenminste ik pak hem goed aan. Doei kapitein. En dat allemaal in één klein hoekje. Perfect. Tempel is afgerond, tijd voor het sectelid en dan eindig ik de aflevering. Hallo. Kut! Oké, deze man is best wel pittig. Ik ben blij dat ik eerst alle guards neer heb gehaald. Dan moet je kijken wat voor kracht hij heeft, joh. Hier, hij beukt gewoon alles heen. Still not done? Die move was trouwens wel heel vet met die kaardenbeuk tegen de grond aan, waardoor hij wegvloog. Eén probleem, hij sterft niet. Dat is wel echt een probleem. En vreemd dat het ook op deze manier in het spel zit. Nou moeten we dit gevecht even op de raarste plek ever afmaken. Jongens, dit sectorlid. Alles is geglitcht aan dit sectorlid. Dus ik ben wel heel blij dat hij gewoon neer is. En dat het niet echt geglitcht was, zodat misschien mijn progressie wel gewoon kapot was. Blij dat het zo is opgelost, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Oké. Komt die andere weer aan? Wie is het? De impotente ook echt. Salute is trouwens best wel shitty. Blauw zwaard. Ze gaan er lekker vandoor. Ik ga terug naar de Adrestia. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Hoeveel is het? 30? Aflevering 30 van Assassin's Creed Odyssey. 2 secteleden neergehaald. Wat locaties afgerond. En ja, volgende aflevering gewoon op naar nieuwe progressie. Verhalen en progressie. Als het goed is, word ik allereerst mijn moeder ontmoeten. En daar meteen Aspasia afzetten. In Naxos. We gaan het helemaal zien. Hartstikke bedankt voor het kijken. Thanks voor de support. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot de volgende video, guys. Later.